Hey girls, een hele goede morgen. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Of als je nieuw bent, hi, ik ben Noah en ik neem jullie vandaag lekker een dagje mee in mijn dag. Ja, in mijn leven. Anyways, ik heb ijskoffie. Wow, je kan gewoon nog helemaal die karamel op de onderkant zien, want ik heb niet geroerd. Wow, dat lijkt dan echt veel... Oh, kijk, hier lijkt het dan weer veel minder. Oh, nu verplaatst het. Oeh, lekker. Nou ja, anyways, ik heb dus lekker een ijskoffie gemaakt. Zoals letterlijk elke andere dag. En nog steeds elke dag kijk ik er naar uit. Anyways, ik ga snel mijn make-up doen, want ik moet eigenlijk een beetje opschieten. Ik weet niet waarom ik zo op mijn gemakje aan het vloggen ben. Maar ik ga namelijk met mijn nichtje naar de bios. Maar daarvoor gingen we nog snoep scheppen. Omdat, ja, dat doen we eigenlijk altijd. Een soort van traditie. We nemen gewoon een uur eerder de trein, zodat we kunnen snoep scheppen. Maar ja, is helemaal leuk. Is helemaal vibe. Ik ga mijn koffietje lekker drinken en ik ga hem even klaarmaken. Als je denkt, no, wat is er met je haar gebeurd? Zien jullie dit? Nou, ik weet niet of dat jullie het echt zien, maar het is verschrikkelijk. Er zitten allemaal rare... Ja, dit in. Terwijl gisteren heb ik het helemaal gesteld. Het was echt zo plat. Echt gewoon plat, plat. En ja, toen was het aan het miseren. En toen was het zelfs nog aan het regenen. En nu heb ik allemaal klitten en golven. En oh, het is verschrikkelijk. Maar ja, in ieder geval. Ik ga mijn make-up doen. Ik ga even kijken wat ik met dit haar kan. En dan zie ik jullie zometeen. Ik had mijn wekker trouwens om 7:15 gezet. Maar ik was al om 7:30 wakker. Maar mijn vader stond toen in de badkamer. Dus toen kon ik er niet alvast in. Anders was ik dat wel gaan doen. Maar nu had ik gewoon even... Ik weet eigenlijk niet wat ik heb gedaan. Ja, volgens mij heb ik gewoon een beetje op mijn telefoon gechilled. En toen ging ik om 7:15 douchen. En het is nu 7:50. En ik ga me nu snel klaarmaken. En ik zie jullie zo. Hey girls, ik ben helemaal ready om te gaan. En ik heb opnieuw mijn haar gesteld. Dus dit ziet er wel iets beter uit. En ik heb even zo'n kapje op mijn hoofd. Omdat mijn uitgroeispray was op. En mijn uitgroei ziet er echt niet uit. Omdat het dus gisteren ook had geregend heel erg. Dus het was ook een beetje uitgelopen of zo. En het zag er echt oprecht niet uit. Dus ik heb even dat kapje op. Zodat je dat niet ziet. En ik vind deze altijd wel leuk. Dus ik dacht, ja, boeien. Anyways, ik moet even mijn waterflesje vullen en dan moet ik eigenlijk gaan. Ik heb nog een klein beetje mijn kamer opgeruimd. Want mijn kast was weer helemaal ontploft. En nu is die gewoon weer dat je er kan lopen. En hier liggen dan dingen die ik in de was moet doen. En verder had ik niet echt tijd nog. Maar ja, anyways. I will see you snel.nl. Ik weet eigenlijk niet of ik dat gezegd, maar ik ga dus met mijn nichtje naar de film. Fucking leuk, ik heb er echt zin in. Ik weet even niet meer hoe de film heet, maar ik laat het straks wel weten. Anyways, ik ga er vandoor. See you daar. Hey girls, we zijn snoep aan het scheppen bij de Yamin. En kijk hoeveel ze hebben. Niet normaal, ik ga daar niet veel, want het kind. Maar ja, anyways. Koulo lekker. Ze hebben ook echt wel veel vegan dingen, dus ik ben helemaal blij. Kijk, nu zijn ze er weg. Het is echt veel. Hey girls, we zitten in de bios. En er zit nog niemand in de zaal, dus dat is super fijn. Ik zal even laten zien, want we hadden dus natuurlijk snoep geschept. Super lekker. En ik heb ook nog deze gehaald. Want daar had ik ook echt zoveel zin in. Want ik hou van kinderchocola. En deze is echt lekker. En ik dacht van ja, laten we die ook halen. En ik heb popcorn. Zout popcorn. Super lekker. Een medium, want die zat bij de ticket. Dus dat is echt top. En ik heb er een bakje kaasdip bij gehaald. Omdat oh, kaasdip met popcorn is zo lekker, guys. Probeer dat alsjeblieft als je het nog nooit hebt gedaan. Oh nee, mijn rietje valt. Ik heb namelijk ook een blikje gehaald met Pepsi Max en dan cherry. Want iemand zei dus dat deze veel lekkerder is dan Coca-Cola. En toen dacht ik, oké, zus, want ik drink altijd Coca-Cola cherry. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar ja, anyways, dat was volgens mij onze food haul. Fucking veel snacks, zoals altijd. Maar ja, in ieder geval, ik heb echt zin als de film begint. En ik ga even de trailer kijken, want we gaan dus naar deel 2. Maar ik weet nog niet of ik deel 1 heb gezien of dat ik hem niet heb gezien. Dus ik ga even de trailer kijken om te kijken of ik dus deel 1 al wel of niet had gezien. En ja, dat is een beetje mijn update. Ik ga zo nog even plassen voordat de film begint. En ik zie dit nu in mijn tas. Ik had even heat protector gekocht. En verder heb ik volgens mij niks gehaald. Maar ja, bye! Hey girls, Bo en ik staan nu in echt de allergrootste speelgoedwinkel van de wereld. En we zijn hier bij de ja, spelletjesafdeling. Ja, basically zijn het alle spelletjes. Maar ja, we gaan even dit kopen, want we wisten niet wat we moesten doen. Toen dachten we, kom, we gaan gewoon ergens zitten en spelletjes spelen. En ik wist toevallig dat ik, sinds gisteren letterlijk pas eigenlijk, dat ik deze wilde kopen. Dus toevallig hadden ze hem, dus dat is wel echt heel erg leuk. Slee. Hoi girls, we liggen in het gras. En we gingen net dat spelletje spelen die ik had gekocht. En nu zijn we een spelletje aan het doen en moet je doen... raad wie ben ik of zo. En ja, we doen met bekende mensen, dus dat is echt mega slee. Dat was mijn update. Oké, is het een man of? Ja. Het is een vrouw. Okay. Ben ik ook een vrouw? Nee.
Oh. Heb ik een artiestennaam of gebruik ik mijn eigen naam? Artiestennaam. Denk ik in ieder geval. Ik denk niet dat ze echt zo heet, maar you never know. Oké. Okay. Heb ik een artiestennaam? Ja. Oké. Okay. En ik ben een vrouw. Nee, je bent een man. Oh, ik ben een man? Ja. Oh, ik denk dat ik het al weet, maar ik denk het gewoon niet. Ik dacht Leo Klein. Ja. Ik gil, ik weet niet waarom ik aan jou moest denken. Wat een grap. Ik dacht, die is een beetje makkelijk. Want... Ja, iets te makkelijk dus. Ik had Katy Perry. Oh. Die ken je. Eeuw, mijn lipgloss is dus kapot. En elke keer dan lekt hij. Dus als ik het dan opdoe, komt er echt een dikke klodder. Gaan we nog wat doen? Ja, ik vind het leuk. Wil je weer een artiest? Ja, wil is je... goed. Okay. Want deze ging wel heel snel. Ja, deze ging echt te snel. Is het Nederlands? Ja. Ben ik een vrouw? Ja. Oké. Okay. Ben ik een vrouw? Ja. Ben ik ook Nederlands? Ja. Oh, oké. Okay. Hebben we dezelfde? Weet niet. Ik denk, mijn onderbuikgevoel zou dat we dezelfde hebben. Maakt zij alleen liedjes of ook met anderen? Ook met anderen. En ik? Ja, jij ook. We hebben allebei sowieso hetzelfde. Ik denk het niet hoor. Niet? Nee. Oké, oké. Okay. Hoe oud ben ik? Oh, dat weet ik echt niet. Oh. 28. Oh, oké, okay, we hebben niet hetzelfde. Weet jij? Ik ga het nog niet zeggen. Ik weet eigenlijk niet. Ik denk rond 20. Ja, mijn ook. Je zegt 28. Ja, het is 20 en 30. Oké, okay, nee, mijn is wel echt gewoon 20 of 21 of 19 of zo. Nee, oké, okay, mijn is veel ouder. Oké. Okay. Roxy Dekker. Ja! Oh. Huh, wie had jij? Zoe Thorum. Oh, oké. Oh, dit is echt makkelijker met de artiesten. Ja, veel makkelijker. Oké. Dat komt misschien ook wel door wie we doen, heel kleine. Ja, oké. Hey girls, ik ben ondertussen thuis. Het is nu 5 voor 6. Ik was denk ik thuis om ongeveer 5 over 5 of zo. Ik ben ondertussen naar de Albert Heijn geweest. En mijn vogel gaat weer spelen terwijl ik aan het vloggen ben. Ik ga trouwens eerst dit afdoen, want ik word echt helemaal gek van dat ding op mijn hoofd en al die ringen en zo. Ik ben even klaar met letterlijk alles. Oh. Anywho, ik ben thuis nu van de boodschappen doen en ik heb echt geen zin om te koken. En ik had al helemaal geen zin om naar de Albert Heijn om boodschappen te doen, maar ja, het is wat het is. Ik heb gekozen dat we dit gaan eten, want het lag nog in de la en ik had zelf geen zin. Oh nee, dit gaan we trouwens morgen eten. Lol, we gaan ravioli eten, want mijn zus had dat... En zij is nu op vakantie, dus dan ging het over datum. Dus dat moest even opgegeten worden of zo. Dus we gaan nu die ravioli eten met kaassaus. En ik heb groenten gehad. Dus ik heb een baby aubergine. Vertel me waarom deze aubergine zo fucking cute is. Hij is echt klein. Letterlijk. Maar anyways, ik heb ook een courgette. Ik heb een ui. Ik heb paprika. En ik heb sla, want dat vind ik altijd nog lekker erbij. Omdat ik hou er niet van als alles warm is. Ik moet ook iets kouds of zo erbij. Dus ik dacht, dat is dan even lekker. Dus ik ga dat nu maken, want het is al 6 uur. Ik weet niet hoe laat mijn vader wil eten. Maar dan heb ik in ieder geval vast de groente en zo gesneden. Want ik dacht lekker als ik de groente of even in de pan wok. Of even uit de oven doe of zo. Dus dat ga ik eventjes doen. En ja, dat was mijn update. Het was echt super gezellig met mijn nichtje. We hadden echt leuke spelletjes gedaan. Ik had natuurlijk wel een beetje gefilmd, maar niet super veel. Ik heb ook echt mega uitgroeien. Maar ja, morgen ga ik lekker naar de kapper. Dus dat is fijn. En ja, dat was eigenlijk een beetje mijn update. Ik heb echt geen zin. Dus ik ga heel even... een chille outfit aandoen en dan ga ik eventjes koken. Nou girls, eten is klaar. We hebben de groentjes en de ravioli met gekke kaassaus die mijn zus had gekocht. Ik gil. Maar ja. Anyways, wij gaan lekker eten. Hey girls, nou zoals jullie wisten had ik dat ding afgedaan. Ik had mijn ring afgedaan. Ik had letterlijk alles afgedaan omdat ik helemaal klaar was om vanavond niks meer te gaan doen. En toen heb ik net even een TikTok bewerkt en die heb ik geüpload. En toen wilde ik nu mijn vlog gaan editen, want die moet morgen online. En toen appte een vriendin van mij dat ze een date had. En dat haar trein niet reed. En die daarna ook niet. Dus toen dacht ik van, oh my god, dat is zo zielig. En toen dacht ik, girl, I got your bag. Dus ik ga er even snel brengen. Het is gelukkig niet zo heel erg ver. Maar ja, dus dat is nu mijn planning. Ik heb nog ongeveer 5 minuten. Ik ga nog even plassen.
En dan ga ik ervan... Oh, sorry voor deze wipbalans. Wat de heck. Ik leek echt letterlijk op een geest. Maar ja, in ieder geval. Ik ga... En ik ga mijn vader zijn auto. Dus ik moet sowieso ietsjes eerder in de auto stappen. Want dan moet ik dat ding nog helemaal instellen dat ik erin zit. En niet dat hij erin zit. Dus ja, ik ga plassen. En dan zie ik jullie daar. Of nou ja, ik weet niet of ik ga vloggen. Maar in ieder geval, ik zie jullie als ik jullie zie. Ik ben wel echt blij dat ik eerst al mijn TikTok had afgeëdit. Want ik had nog geen TikTok geplaatst vandaag. En het was al ja, 7:30 geweest. En dat was best wel kut. Maar ja, maakt niet uit. Nu stond hij ongeveer om 7:30 online. Dat is prima op zich. In ieder geval stond er iets online. Hey girls, daar ben ik weer. Nou, ik ben terug. Ik heb haar naar Amersfoort gebracht. En ik ben weer thuis. Ik moest alleen fucking erg omrijden op de terugweg. Omdat er blijkbaar dus een weg afgesloten was. Maar het was echt intens. Maar ja, toen kwam ik dus langs de Lidl. En jullie weten al lang wat er gaat gebeuren als ik langs de Lidl kom. Oh, eindelijk dit ding weer van mijn hoofd. Ik heb natuurlijk even gekeken of mijn bak ijs er was. En er waren er twee. Dus ik heb ze alle twee meegenomen. Dus dat is 10 out of 10. Ik heb ook nog een andere meegenomen, want die wilde ik laatst halen. En toen had ik de verkeerde gehaald. Dus nu heb ik en nog die verkeerde van laatst. Die twee, mijn lievelings. Die ene die ik dus de vorige keer wilde halen, die ik toen verkeerd had gehaald. En toen had ik ook nog een andere gehaald, omdat een van mijn volgers op TikTok had gezegd van... Of ik weet niet eens of ze me volgde eigenlijk, maar iemand had onder mijn TikTok gereageerd van... Oh my god, deze is heel lekker, die moet je halen. En die had ik ook gehaald. Dus hoeveel bakken ijs heb ik nu? Ik ben vergeten te tellen. Die karamel, die brownie met cookie dough en die twee lievelings. 5 bakken ijs. En ik heb ook nog karamel zeezout cornetto's. Die ik nog niet eens getest heb. Dus ja. Voorlopig hoef ik denk ik even geen ijs meer te halen. Het enige wat echt heel erg kut is. Ik moet helemaal mijn make-up er nog afhalen. Nou, dat duurt vind ik echt fucking lang. Mijn skincare en zo doen. En ik wil dus eigenlijk gewoon een van die bakken ijs eten nu. En Love Island kijken. Maar eigenlijk moet ik een video editen die morgen online komt. En eigenlijk heb ik ook geen Insta-post geplaatst vandaag. Maar ja, dat is nu sowieso een beetje te laat. Dus die skip ik maar gewoon. Maar wat de hel. Nu ben ik dus heel erg aan twijfelen. Want ik weet dat ik morgen ook geen tijd heb om die video te editen. Behalve als ik bij de kapper ben. Maar ik ben daar pas echt heel erg laat. En eigenlijk moet die gewoon morgen online. Dus eigenlijk is dat niet de optie. Maar ja, ik dacht van ja, ik kan hem ook gewoon vrijdag online doen. I don't know. Ik ga nog heel even over nadenken. Maar in ieder geval ga ik nu lekker mijn make-up afhalen. Mijn skincare doen. Ga ik even kijken hoe laat het is. En het ligt er ook een beetje aan hoe laat ik morgen op moet. Maar die video editen duurt sowieso echt nog fucking lang. Dus ja. Het is gewoon een beetje kut. Maar ja, in ieder geval. Ik weet niet eens meer wat ik wilde zeggen. Hoe laat moet ik morgen opstaan? Ik weet niet eens hoe laat mijn afspraak morgen is bij de nagelsalon. Dat is echt kut. Ik ga daar even naar kijken en dan zie ik jullie zometeen. Girls, ik heb morgen die afspraak letterlijk al om 9 uur in de ochtend. Wat de fuck. Dat is dan te vroeg. Oh mijn god. Maar misschien dat ik daar dan gewoon heen ga. Zonder make-up. En dat ik dan... Ik weet het even niet. Oh. Ik huil. Oké, anyways. Ik laat jullie wel weten. Wat ik doe. En hoe ik het doe. Ik heb hier nu echt niet zo heel veel zin in om eerlijk te zijn. Oh, ik haat dit. Nou girls, het is nu 10:50 en ik heb eindelijk mijn vlog afgeëdit. Ik wilde zo graag Love Island kijken, maar ja, het was even niet anders. Dus ik heb lekker mijn vlog geëdit en ik ben wel echt heel blij. Dus ik ben weer helemaal blij dat ik dat wel gewoon even lekker heb gedaan. En ik ga nu lekker slapen, want ik moet dus morgen om 9:00 bij de nagels zijn. Dus ik moet ook nog even bedenken hoe ik dat ga doen. Ik wil namelijk wel gewoon 8 uur slaap hebben. Maar ja, ik moet even kijken hoe ik het dus ga doen. Want ik wilde eigenlijk eerst ook nog even naar de appie. Want ik wilde eigenlijk cadeautje voor haar halen. Omdat het waarschijnlijk de laatste keer is. Ja, het is sowieso de laatste keer dat ik mijn nagels bij haar ga doen. Voordat ze gaat trouwen. Want volgens mij gaat ze 30 of 31 augustus of zo gaat ze trouwen. Dus, I don't know. Ik wilde nog gewoon even een bloemetje of zo voor haar halen. Dus daar moet ik eerst ook nog naar de appie. Maar ja, in ieder geval. Ik ga slapen. Dus ik zie jullie morgen. Want ik heb besloten dat dit gewoon een meerdere dagen vlog wordt. Gewoon 2 dagen. Spend 2 days with me. Dus ja. Ik zie jullie lekker morgenochtend. Ik heb trouwens dit pak weer aan een keer. Van LA Sisters. Deze heb ik echt al. Echt al. Nou, veel langer dan 2 jaar. Ik weet niet hoe lang ik hem heb. Maar echt heel lang. En ik heb hem ook in het blauw. En dan soms denk ik van. Oh my god, die ga ik weer een keertje aandoen. En dan doe ik hem weer aan. En dan voel ik me gewoon een andere persoon of zo. Ik weet niet waarom. Maar ik vind het leuk dat ik hem weer aan heb. Anyways, ik ga lekker slapen. See you later, alligator. Trouwens, ik ga niet per se nu slapen. Want ik moet eerst wachten totdat die video is opgeslagen. Dan moet ik hem nog inplannen in YouTube Studio. Dus voordat ik slaap, is waarschijnlijk over een half uurtje of zo. Dan is het
Ja, ik denk dat ik rond 11:30 slaap. Dus dat is op zich prima. Girl, vertel mij letterlijk waarom ik dom ben. Ik heb een hele to-do gemaakt. En ik ga net zitten om mijn make-up te doen met mijn ijskoffie. Fucking lekker. En ik kijk naar de tijd. Ik denk, oh my god. Huh? Ik moet over 40 minuten bij haar zijn. Ik heb gewoon mijn wekker een uur te laat. Ah, nee! Nee. Echt gewoon nee. Ik ben zo klaar mee. I can't. Gadverdamme. Hier heb ik toch helemaal geen zin in. En ik moet nog naar de Albert Heijn. Shoot me in mijn face. En nu weet ik, heb lekker een ijskoffie. Die staat daar. En ik ga gewoon huilen. En ik ga even opschieten. Want dan ga ik gewoon alleen mijn wimpers krullen. Mijn wenkbrauw omhoog kammen. Mijn ijskoffie even opdrinken. En dan ga ik wel gewoon niet echt mijn make-up doen of zo. Ik moet heel eerlijk zeggen, girls. Het is dus vandaag nacht van Nijkerk. En dat is een soort... Hallo, wat is dit licht? Stomp, ik ben echt klaar met deze dag. Dat is een soort feestje bij ons in de stad. Nacht van Nijkerk is één keer per jaar. En dan heb je ook nog Boerenmaandag. Dat is eigenlijk hetzelfde. En dat is dan ook één keer per jaar. En dan gaan mensen gewoon zuipen. En muziek luisteren en zo in de stad. En ik had afgesproken met Iris, Reza en Romy dat ik daarheen zou gaan. Maar om heel eerlijk te zijn heb ik gewoon geen zin. En ik heb gewoon echt stress. Want girls, ik ga letterlijk zondagnacht op vakantie. Dus zaterdag moet mijn koffer perfect ingepakt zijn en dicht zijn. Omdat ik heb geen tijd om het zondag te doen. Omdat dan... vliegen we al om 7 uur. Dus dan moeten we al naar de airport gebracht worden om 3:30 s'nacht. Dus ja. En dan moet ik überhaupt ook nog eigenlijk slapen. Maar zaterdag heb ik eerst een afspraak in Zwolle. En daarna ga ik met mijn moeder nog afspreken. En ik moet dus ook mijn koffer nog inpakken. En morgen moet ik werken. Dus ik heb helemaal geen tijd. Mijn koffer, die staat gewoon nog daar, hè. Ik heb hem nog niet eens opengelegd. Ik heb hem nog niet eens neergelegd. En vertel me wanneer ik de tijd moet hebben om alles te doen. Ik heb de tijd niet. Ik moet nog zelf ten doen. Ik moet mijn nagels nog lakken. Meteen nagels, zeg maar. Girls, echt. De dingen die ik nog moet doen. Ik moet gewoon alles nog doen. Ik moet mijn wenkbrauwen nog verven. Ik moet... Oh. En ik krijg gewoon stress van. En ik wil die meiden echt niet skippen. Want dan voel ik me echt fucking lullig. Omdat het een hele rare combinatie is. Want hun zijn eigenlijk helemaal geen vriendinnen samen. Ja, Reza en Iris wel. Maar Romy is er dan zeg maar bij. Dus Romy is van een andere vriendinnengroep van mij. En dan... Oh, dan voel ik me zo schuldig om af te zeggen. Maar... En het allerergste is nog, we zouden met mij gaan indrinken. Maar... Oh, girls. Ik weet niet waar ik alle tijd vandaan moet halen. Ik moet zoveel nog doen. Ik moet gewoon echt nog alles doen. Sorry voor dit. I'm so sorry. I'm too stressed. En ik wil ze echt niet afzeggen, want... Oh, dan voel ik me echt kut. Maar ik... En dan gaan we zuipen. En dan moet ik morgen ook gewoon om 6:15 opstaan. Daar heb ik ook gewoon eigenlijk geen zin in. Oh, dit is echt een kut situatie op de aardbol. Anyways, het boeit jullie natuurlijk echt geen ene flikker. Ik ga me heel even klaarmaken dan om naar de Albert Heijn te gaan. En dan ga ik voor mijn nagelstylisten dus eventjes een bloemetje halen. En dan ga ik daarna mijn nagels laten doen. En dan ga ik vanmiddag naar de kapper. En in de tussentijd ga ik ook nog met Kira afspreken. Want dan komt zij haar spullen in de koffer doen. Maar ja, ik heb gewoon echt stress. En ja. Ik kan ook nog niet echt mijn koffer inpakken. Want het grootste deel van de kleding die ik heb besteld voor de vakantie is nog niet binnen. Dus dat komt of morgen of overmorgen. En ja, dan kan ik het er nu ook nog niet in doen. Maar ik weet gewoon echt niet waar ik alle tijd vandaan moest halen, girls. En ik wilde eigenlijk nog een shoplog doen van al die kleding. Maar ja, de helft is ook nog niet binnen. Dus dat kan ik ook niet doen. En jullie denken echt, no, hou je back. Want dat boeit niemand. En het is een luxe probleem. En I know, maar het is wel even, het geeft me stress. En ik vind het gewoon niet grappig, zeg maar. En ik wil gewoon zo graag afzeggen vanavond. Ik moet nog een vlog editen. Ik moet nog video's inplannen. Ik moet echt nog... Oh, ik moet zoveel doen. Ik wil niet meer. Anyways, ik ga me klaarmaken en ik ga stoppen met zeiken tegen jullie. En ik zie jullie snel.nl. Help. Girls, ik wil echt huilen. Anyways, mijn nagels zijn gedaan. Kijk hoe mooi ze zijn. Ik ben obsessed. I'm sorry. What is that? Dit is perfect. Het is dus een beetje een mintgroenachtige kleur. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik ben letterlijk obsessed. Ze zijn zo mooi. Ik kom net terug van de Albert Heijn. Ik heb voor Kier een kaas uibroodje, voor mezelf een croissant. En we hebben deze donut. En ik heb vliegtuigsnacks gehaald.
mini tuck original en kaasstuk. En deze koekjes, want ik moet heel veel eten in het vliegtuig. Anders ga ik spugen, dus ja. Fun. Maar girls, echt. Ik heb gewoon echt zoveel stress. En dan moet ik vandaag ook nog naar de kapper. Nou, het is ook wel echt nodig. Maar ja, anyway. I cannot. In ieder geval. Ik ga even een TikTok bewerken en online zetten. Voordat Kier komt. En ik ga even een beetje water drinken. En dan zie ik jullie zo. Nou girls, Kier is hier om de koffer in te pakken. We hadden net even lekker gegeten. Maar mijn shinebestelling was dus binnen. Maar ik had nog geen eens tijd gehad om hem open te maken. Maar ik heb nu even een fitting. Dus ik heb deze jurk. En ik vind hem zo leuk. Want kijk hoe leuk dat printje is. En ik dacht dat die kleuren heel anders zouden zijn. Want op de foto was het ook wel heel anders. Maar ik vind het zo cute. Dus ik ben helemaal blij. Dus deze gaat sowieso mee. Ik vind het echt cute. Ik vind dit ook heel erg schattig met dat kant en zo. Love it. Ik ga nu even de rest passen. Hey girls, het is 3 voor 3. Kier die is naar de werk. En we hebben samen... Zij heeft al haar spullen van haar... Zij heeft al haar spullen in de koffer gedaan. Ik moet nog wat spullen. Ik moet ook nog wat in mijn pakket binnenkomt. Die komt of morgen of overmorgen. En dan kan ik dat allemaal gewoon erin gooien. En dan ben ik eigenlijk best wel al ver. Maar ik moet ook echt nog heel veel doen. En ik moet nog even al mijn sieraden uitkiezen en zo. Van wat ik precies mee wil. En bij welke outfit ik wat mee wil. Want anders weet ik gewoon dat ik weer alles meeneem. En dan ben ik daar. En dan weet ik ook helemaal niet welke ik omdoe. En dan doe ik waarschijnlijk toch weer elke dag dezelfde in en om. Dus ik ga gewoon eventjes vanavond mijn serie aanzetten. En dan ga ik alles sorteren en zo. En opschrijven wat ik bij welke outfit wil. En ja, om eerlijk te zijn, ben ik vandaag zo overprikkeld. Het voelt echt alsof er een zware deken op me ligt. Het voelt gewoon echt alsof ik, ja, alsof er echt iets heel ergs is gebeurd. En dat ik echt gewoon heel verdrietig en zielig ben of zo. Ik heb geen idee waarom ik me zo voel. Want er is eigenlijk geen reden voor. Maar ik denk dat het gewoon komt omdat ik niet echt overzicht heb. En omdat ik gewoon heel veel moet doen. Maar heel veel daarvan kan ik ook nog niet doen. Omdat dat gewoon nog niet kan. Ik wil bijvoorbeeld mijn self-tan doen. Ik wil mijn wenkbrauwen verven. Ik wil mijn teennagels lakken. Ik wil... Ik weet niet eens. Ik moet gewoon heel veel dingen nog doen. En dat kan allemaal vandaag niet. Want als ik dat nu al doe, heeft het geen nut. Ik moet het allemaal zaterdag doen. Maar ja, zaterdag heb ik het ook heel erg druk. En dan moet ik eigenlijk al echt heel erg op tijd slapen. Omdat ik al om 1:30 wakker moet worden. Dus ja, dat is ook een beetje kut. En dan kijk ik dan gewoon nu al tegenop en denk ik, oh mijn god, hoe ga ik alles doen? En ik weet niet, ik voel me echt de aansteller. Maar soms dan heb ik gewoon helemaal stress daarvan, zoals vandaag. En vandaag zou ik dus eigenlijk met die vriendinnen afspreken. Maar ik heb ze toch afgezegd. Omdat ik kan het gewoon niet aan. En het is gewoon too much. En dan moet ik ook gewoon eerlijk zijn tegenover mezelf. En denken van ja, sorry. Weet je wel. En ik voel me wel heel schuldig. Maar ik hoop dat ze het wel een klein beetje snappen. I don't know. Soms is alles gewoon eventjes iets te veel of zo. En dat is gewoon vandaag zo. Ik wil niet dramatisch doen. Maar ik wil wel gewoon eerlijk zijn. Want ik denk dat we allemaal wel zulke dagen hebben. En zo'n dag heb ik nu gewoon. En ja, ik ben wel echt blij dat Kier er was. We hebben wel echt gewoon veel... gedaan. En de koffer ligt nu daar. En Kier de helft zit al dicht. En in mijn helft zit al best wel veel. En we hebben een lijstje gemaakt met wat ik allemaal nog erin moet doen. En wat ik allemaal nog moet halen. Want ik moet ook best wel veel spullen nog ophalen bij mijn moeder. Maar ja, ik krijg gewoon best wel stress. In ieder geval, ik ga even mijn wenkbrauwen omhoog kammen. En mijn wimpers krullen. Want ik moet om 4:10 moet ik bij de kapper zijn. En ik moet op de fiets. Dus dat is fucking kut. Ik haat fietsen. Maar ja, ik moet daar 4:10 zijn. Ik ga denk ik om 4:50 ga ik weg. Heb ik een 1/2 uur, dan red ik het wel. Maar ja, either way. Oh my god, ik besef me nu, dan moet ik ook nog terug. Ben ik trouwens de enige die zichzelf bij de kapper echt lelijk vindt? Ik weet niet waarom. Die spiegel bij de kapper doet me gewoon nooit goed. En mijn haar zit dan zo afschuwelijk. Ten eerste, je komt daar met uitgroeien. Dat is al lelijk, want als ik uitgroeien heb, vind ik mezelf gewoon echt minder knap. For some reason ziet dat er gewoon fucking raar uit. Dan heb je die verf in je haar. Dat ziet er ook lelijk uit. Dat staat alle kanten op. Daarna is het gewassen en dan is het nat. En dan zit je met dat ding op je hoofd. En dan heb ik allemaal strepen op mijn hoofd van die verf. En daarna gaan hun het feunen. En hun feunen het altijd anders dan dat je het zelf feunt. En dan voelt je haar raar en dan zit het raar. Ja, bij de kapper voel ik me gewoon altijd echt ugly. Maar ja, in ieder geval. Vandaag voel ik me toch wel ugly. Dus het maakt ook niet meer uit. In ieder geval, ik ben echt aan het ratelen. Sorry dat ik in deze video dan zo down ben. Maar ik wil wel gewoon eerlijk zijn. En dat is gewoon nou eenmaal wel hoe ik me even voel nu. Terwijl, ik heb daar zo geen reden toe. En ik weet het, hè. Ik weet het ook wel. Ik ga letterlijk op vakantie. Voor wat... Maar weet je, ja.
zo voel ik me nu gewoon. Ik kan ook niet echt mijn gevoelens onderdrukken of zo, snap je? Dus ja, als jij denkt, Noah, stel je niet zo aan, sorry. Misschien dat je dan even een andere video moet kijken, want ik weet dat ik me aanstel. En ik kan het ook wel inzien dat ik me aanstel, maar toch voel ik me zo. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, in ieder geval. I will see you snel.nl. Ik heb nog ongeveer 40? Ja, 40 minuten en dan moet ik gaan. Dus ik ga nog even kijken wat er nog in mijn koffer kan. En ik ga nog even kijken wat ik misschien dan vanavond allemaal nog kan doen. En dan wanneer ik het best naar mijn moeder kan gaan om die spullen op te halen. Maar ja. Ach. I don't know. Ik voel me gewoon echt fucking kut. Maar ik heb wel leuke nagels. Ik ben echt blij mee. Kijk hoe mooi ze zijn. I am obsessed. Ik vind ze echt heel erg leuk. Ja, girls, ik ben helemaal ready om naar de kapper te gaan. Ik heb net nog wat dingetjes gedaan. Dus ik heb nu hier in mijn toilettas heb ik een zakje met shampoo, conditioner en douche ding. Ik heb hier mijn zonnebrandjes. Ik heb make-up doekjes. En ik heb ook een zakje erin met wattenstaafjes en wattenschijfjes. En ja, dat is top. Dus dan hoef ik dat vanavond ook niet meer te doen. Dus daar ben ik ook blij mee. Ik moet wel nog heel veel andere dingen ook doen. Maar ja, in ieder geval ben ik alweer een stapje dichterbij. Dus ik ben heel erg blij. En ja, ik ben wel even een beetje geontstrest voor nu. Ik neem mijn laptop mee naar de kapper. Zodat ik de vlog die jullie nu kijken, zodat ik die daar kan beginnen met editen. Zodat ik die hopelijk morgenavond kan afediten. En dan kan ik die inplannen. En dan kan die zondag online. En dan kan ik zaterdag nog een video filmen. En die video kan ik dan in het vliegtuig editen. En dan kan die donderdag online. Dus dan heb ik ook gewoon content voor jullie. Ja, dus ik ga nu snel fietsen. En dan zie ik jullie, denk ik, niet bij de kapper eigenlijk. Ik denk pas als ik terug ben. Want ik vind het echt te awkward, denk ik, om te vloggen bij de kapper. Maar ja, in ieder geval, ik zie jullie als ik jullie zie. Volgens mijn oortje stopte net. Toen dacht ik, waarom stopte ze? Toen dacht ik dat het was omdat mijn laptop dicht was. En toen zag ik dus dat ik was verbonden met de auto. Dus mijn moeder is thuis. Dus misschien, als ik haar lief aankijk, dat ik met de auto kan. Oh my god, stop. Ik gril. Girls, ik zelf kan het basically niet geloven. Maar echt precies toen ik dus weg wilde gaan, kwam mijn moeder aanrijden. Besef, als ik 2 minuten, of letterlijk 1 minuut... eerder weg was gegaan, of als mijn moeder 1 of 2 minuten later kwam, dan was het gewoon niet gelukt. Maar nu heb ik gewoon de auto. Ik heb nog 10 minuten en dan moet ik binnen zijn. Of nee, eigenlijk over 5 minuten, want ze willen dat je iets eerder bent. Maar ja, ik heb dus nog 5 minuten. En ik heb ook geen Insta-post voor vandaag. Dus ik denk dat ik daar nog heel even naar ga kijken. Ja. En dat red ik niet in 5 minuten, maar dan kan ik hem daar natuurlijk gewoon afmaken. En aan mijn vlog beginnen. Dus ja, in ieder geval zie ik jullie zo meteen. Oh ja, ik was vergeten dat dit jas een gat had. Lol. Ik heb een winterjas aan, want I can't be bothered. Gewoon, sorry hoor. Ja, het is zomer. En ja, het is sowieso wel boven de 20, 25 graden. Maar I don't care. Like, sorry, ik wilde gewoon mijn winterjas aan. Girls, dit is de grap van de eeuw. Ik was dus letterlijk mijn portemonnee vergeten. Dit is zo embarrassing. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen. Maar ik had hem dus gewoon niet bij me. Terwijl ik echt overtuigd was dat hij in mijn tas moest zitten. Dus ik weet niet waar hij nu is. Maar ik ga thuis even een gekke zoektocht doen. In ieder geval. Ik heb betaald. Want ik had dus een keertje, toen ik mijn telefoon net nieuw had, had ik zo dat Apple Pay ingesteld. Maar hij deed het niet. Er stond elke keer dat die kaart niet available was ofzo. En zij heeft het gewoon voor mij gefixt. Want ik weet niet wat ze heeft gedaan eigenlijk. Maar ze heeft het gefixt. En nu kan ik dus gewoon betalen met mijn telefoon. En ik heb de kapper betaald. Nou, dat was echt een embarrassing... hoe noem je dat? Ervaring. Maar ja, in ieder geval. Ik heb het overleefd. Waarom staat die stoel zo ver naar voren? Ik weet niet of dat op de heenweg ook al zo was. Maar dat is heel raar. Anyways, ik ga nu naar huis. En dan ga ik koken. En dan zie ik jullie zo. Ik ben echt blij met mijn haar. En ze heeft het zo leuk voor mij gefeut. Wat een cutie pie. Kijk nou, ze heeft helemaal zo gedaan. Hou op met mij. Normaal doen ze dat niet. Dus ik weet niet of zij in een goede bui was. Of dat ze dacht, er komen geen klanten meer. En ik hoef nog niet naar huis. Maar ik ben heel blij mee. Ik vind het echt helemaal mooi. Nou, anyways. Ik. Kijk, dat kleurverschil is toch raar. Want ze heeft niks met mijn punten gedaan. Ze heeft alleen mijn uitgroei bijgewerkt. Maar ja, in ieder geval. Ik vind het wel heel mooi. Ik ben helemaal blij. Ik ga lekker naar huis. Ik zie jullie daar. Guys, this day took such a turn. Besef dat ik helemaal down was. En dat ik helemaal dacht dat ik moest fietsen. Hi, back. Dat ik dacht dat mijn shine pakketten niet meer op tijd zouden binnenkomen. Dat ik dacht... Ik dacht heel veel. Ik zat er even doorheen. En nu... Mijn shine pakket is gewoon net bij de deur geleverd.
Terwijl er stond vanochtend dat hij nog in China was. Mijn haar zit mooi. Dat meisje heeft me echt goed gezet. Ik kan dit niet zelf. She did it for me. I love her. Ik kan nu gewoon vanavond een shine bestelling video opnemen. Die ik heel graag wilde filmen. Maar waar ik dus dacht dat ik geen tijd voor had. Omdat ik dus... Omdat het nog niet binnen was. Nu zit mijn haar al mooi. Hoef ik alleen een beetje mascara of zo op te doen. Of ik doe het niet eens. Fuck dat. Y'all don't care. Denk ik. Ik ben zo blij. Er is alleen nog één pakket. Maar ja, dat zijn letterlijk maar twee dingetjes. Dus ja. Boeien. Dan kan ik dat ook op het einde nog even erachteraan plakken. Maar ik ben zo blij. En mijn haar is mooi. En het was zo leuk bij de kapper. Ik heb niet mijn vlog geëdit. Sorry. Maar het was zo gezellig. Ik was alleen maar met haar aan het kletsen de hele tijd. Ik dacht, ja, het is echt raar als ik zeg, ja, sorry, ik moet toch echt even mijn video editen. Want hij hoeft ook pas zondag online. Dus ik kan gewoon morgen in de trein kan ik hem editen. Dus dat heeft niet echt heel veel haast. Morgenavond zou ik hem eventueel nog kunnen editen. Ik ben gewoon echt zo blij. Oh my god. En nu is ook gewoon mijn hele mood geswitcht. Omdat ik wegging bij de kapper en ik dacht echt, wauw. Ik voel me gewoon weer een beetje mezelf of zo. Oh, ik ben echt blij. Oh my god. Ik lijk wel bipolair. Maar dat kwam gewoon... Zij had zo'n leuke energie. We waren zo lekker aan het kletsen. En ik kwam er dus achter toen ik met Kira aan het afspreken was. Kwam ik erachter dat mijn shine pakket dus wel al in Nederland was. Dus toen dacht ik, oh my god, dan komt die sowieso zaterdag wel binnen. Dus daar was ik al gewoon echt heel erg van opgelucht. Want ja, het is toch zonde als je dan helemaal kleding bestelt voor je vakantie. En het gewoon niet op tijd binnen is. En I don't know. Ik wil echt iemand hierboven. Of jullie. Misschien hebben jullie. Een van jullie heeft misschien gedacht, meid. Pak even wat positieve energie. Willen jullie haar wat positieve energie sturen? In ieder geval, als je dat had gedaan, bedankt. Ik had het worked. En ik ben helemaal blij. En ik ga nu koken. Ik zag dat mijn vader er was. Hij gaat echt denken, waarom ben je niet al begonnen? Sorry, ik ben 1 minuut thuis. En ik moest even mijn vlog updaten. Dus ik ben weer helemaal blij. En ja. Ik ga lekker eten. En daar heb ik ook lekker zin in. En ja. Ik ben zo blij. Jullie weten echt niet. Nou girls, het eten is klaar. We hebben lekker gevulde fraps met een pakket van Knorr en hier nog wat extra van die saus en sla en tomaatjes. Echt zo lekker. Oh, ik heb echt zo zin in. Oh. Hey girls. Nou, ik was dus van plan om na het eten gelijk machine in hal op te nemen als het nog licht is buiten. Maar mijn statief stond bij mijn moeder. En ik moest eigenlijk sowieso naar mijn moeder, want ik moest de auto terugbrengen. Maar ik had zo geen zin. Want ten eerste, het is nacht van Nijkerk, dus er zijn koude veel mensen in de stad. Waarvan ik absoluut niet wil dat hun mij zien. En mijn moeder woont basically in de stad. En ik heb ook gewoon geen zin om terug te lopen. Sorry. Echt gewoon niet vandaag. En helemaal niet omdat het druk is in de stad. Like, snap je wat ik bedoel? Overal gaan mensen fietsen, want iedereen gaat richting de stad. Maar ja, misschien ook een beetje aanstel. Ben ik ook wel goed in natuurlijk. Maar ja, in ieder geval. Wow, ik heb echt wallen. Heftig. Het is nu 7:30. Ik ben bij mijn moeder. Ik moet even haar koffer naar boven brengen. Of nou ja, dat moet niet. Maar dat wil ik even doen, zodat zij het niet hoeft te doen. Dus ik ga nu even die koffer van haar naar boven brengen. Misschien nog wat andere spullen als ik dat red. En dan ga ik daarna mijn spullen pakken die ik mee wil nog op vakantie. Want dan heb ik dat gewoon gelijk. Ik kan het ook wel zaterdag doen, maar ik denk dat het gewoon handiger is als ik het gewoon even gelijk vandaag doe. Nu ik hier toch ben. Either way. Oh, ik had wel ietsjes verder naar voren mogen rijden. Maar ja, boeien ruurt. Ik ben hier zo lang niet meer geweest met mijn moeder thuis. Echt raar. Wee hoor, dat hoppie veel. Oké. Ik moet even mijn camera wegdoen, want het hele ding ligt vol. Maar ze gaat 5 dagen weg. Be fucking for real. Noem mensen mijn overpacken. Like, sorry. Maar ja, anyways, ik zie jullie straks. Hey girls, nou ik heb net de unboxing gefilmd van de Shine Order. Dus ik ben helemaal blij. Ik ga alleen even de try-on ga ik morgen doen. Omdat het is zo donker zoals jullie zien. Dit licht is letterlijk oranje. Misschien dat ik het in de video heb kunnen fixen. Dat zou echt fijn zijn in de nabewerking. Maar ik dacht van, dan komen de kleuren ook gewoon niet goed over. Dan kunnen ze het alsnog niet... A.k.a. jullie. Dan kunnen jullie het alsnog gewoon niet goed zien. Dus ik dacht van, oké, dat doe ik gewoon morgen als ik terugkom uit mijn werk. En dan... doe ik daarna gewoon alles in één keer in mijn koffer. En dan is het prima. En dan ga ik nu even Love Island kijken. En chillen. En ijs eten. En dan kan ik daarna nog even de laatste dingetjes uitzoeken. Van wat ik nog mee moet. Wat ik nog moet regelen. Maar ik wil gewoon heel even chillen. Dus dat ga ik gewoon even doen. Want ik vind ook dat ik dat verdien. Dus ik ga een bak ijs pakken. En dan zie ik jullie zo. Nou girls, ik heb mijn ijsje. Super lekker. Ik ga deze lekker opeten. En ik ga lekker Love Island kijken. En ik heb er zoveel zin in. Want ik kan echt niet wachten om eventjes te relaxen. Ik voelde me vandaag zo overprikkeld. Dat zuigt zoveel energie. Echt niet normaal. Maar ik heb dit even georganiseerd. Want dit was net echt een mes. Ik heb alle dingen die vast in mijn koffer konden in mijn koffer gedaan. En daar heb ik de dingetjes neergelegd die ik morgen nog heel even moet filmen voor die video. En ja.
dat is eigenlijk mijn update. Ik ga nu lekker op aan het kijken en mijn ijsje eten en heel even zennen. What the fuck? Waarom ben ik echt een oma? Hey girls, ik ben deze video nu aan het editen en ik merk dat ik helemaal geen outro heb gefilmd. Dus bij deze, dit is het einde van de video. Sorry voor de domper. En ja, maar ja, in ieder geval, we hebben het allemaal. Dus vandaar dat ik het er gewoon lekker in laat en dat ik gewoon real met jullie ben. Maar ik hoop dat het alsnog een leuke video was. Als het geval was, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog zou willen doen. En je misschien zelfs mij wil abonneren. En dan zie ik jullie in mijn volgende video, wat dus de Shine Haul is. Yippie!